Hey mensen, op ons kanaal, welkom bij een gloednieuwe video van mij, Tewa. We zijn eindelijk weer terug van weg geweest. En jullie denken er vast van, terug van weg geweest. Waar heb je het over? Kun je dat niet zien? Hey, kun je dat niet zien? Wij zijn weer terug met Pixelmon. Sinds een hele lange tijd geleden, ik doe heel even, oh wacht, het staat dan gewoon goed. Een hele lange tijd is het geleden, ook trouwens een hele lange tijd geleden dat ik zelf echt iets heb gerecord, een maand of zo. De reden is puur van, omdat ik mijn nieuwe PC heb binnengekregen en dat kun je nu ook al een beetje zien. Het probleem wat ook was dat er een gigantische ruis op de achtergrond was, is nu gelukkig ook weg. Maar ja, Pixelmon is terug en wij zijn dus gespawnd in een mooie snow plains, als ik het zo bekijk. Marie, wees alsjeblieft niet zo luidruchtig, want dat is heel onbeschoft. Ik zet je ietsje zachter. Dus, ja, we zijn weer terug met Pixelmon. Heel lang geleden, er is heel wat veranderd zo te zien, want je kunt al zien, we zitten in 1.7.10. Dat is ook best wel nice, dat we daarin zitten. Dus we hebben eindelijk de nieuwe biomes en nieuwe biomes met dan Pixelmon. Ziet er altijd leuk uit. In deze video zal ik jullie eigenlijk een beetje duidelijk maken waarom mijn hele tijd niet is geüpload. Ja, er is wel wat geüpload, maar niet veel. Ik zet hem, sorry mensen, maar ik zet hem echt even wat naar beneden met chunks hoor. Hij kan het wel aan, alleen de smoothheid zit er niet in. En er moet wel een bepaalde smooth in zitten. Dus daarom hebben we dat. En ja, de reden was puur van, ik ging overstappen naar een nieuwe PC, moest alles weer geregeld worden. Ik kan niet altijd alles opnemen, dus dagelijks uploads zal het niet worden. Helaas, maar ik zou als ik tijd heb, zou ik gewoon dat besteden aan YouTube. En wat ik vind het natuurlijk leuk om te doen, het is lekker tijdverspilling. Ik heb nu de kans, ik moet de kans nu ook grijpen. En Magic Cup level 8, die kan ik pakken. Wat Pixelmon? Zieren we jullie echt om vroegen. En dit is natuurlijk mijn Pokémon. Je zag ook al dat dat is ook toegevoegd. En holy shit, hij is magisch. Hij kan over water lopen. Zagen jullie dat? Hij loopt gewoon over water. Jezus. Dat was nice, dat was nice. Maar je ziet het al, Chimchar, ons teamlid voor altijd. Dus ik hoop dat je kan zwemmen. Bam, we gaan je aanvallen. We battelen tegen een Magikarp. En we gaan natuurlijk altijd onze gebruikelijke Scratch gebruiken. En wie weet evolueert hij wel in een Moverno al deze aflevering. Maar laat ook gewoon lekker achter in de reacties. Als ik wat moet laten, of hoe ik een Pokémon moet noemen, welke Pokémon ik moet vangen. Ik vind het altijd leuk om te kijken van wat jullie leuk vinden. Laat natuurlijk ook lekker een leuke reactie achter. Op het begin van de video's, ik ga gewoon lekker de reacties voorlezen. En ik zie daar Waterstone Shard. Zo noem je ze. Zo heet dat toch, Waterstone Shard? Ik heb geen flauw idee hoe dat heet. Waarschijnlijk heet het zo. Gaan we ze er nooit achter komen. Ik heb 3 raw fish. Oh, is dat ook anders? Dat is best wel nice. Oh, waarom staat dat ding zo hard? Huppakee, dat moet niet. Want Pixelmon spannen toch in monsters. En farmer, dat is toch een prioriteit van niks. Even kijken, welke Magic Cards hebben we nog meer? We hebben een Goldeen. Die verslaat ons toch in één keer. Met zijn wateraanvallen. Nou, laten we daar ook nog maar niet tegen vechten. Dit is niet echt een ideale plek om te spawnen. Met al die water-Pokémon's. Voor ijs-Pokémon zou het best wel handig zijn, maar we hebben er niks aan. Ik weet nu ook eigenlijk wat dit is. Dit betekent, dit is dat sting waar je dan met Eevee moet vechten. En dan evolueert hij in een Glaceon. En in het bos heb je dan zo in dat hij dan evolueert in een Leafeon. Kijk, die weet ik nog wel. Maar als je me gaat vragen over Black and White en X en Y. Nee, daar moet je mij niet voor vragen. Ik weet niet of hij al Amber heeft gehad. Als dat Amber heeft, dan zou hij in principe een Mareep kunnen aanvallen. En hij heeft Amber geleerd. Dat betekent, we vallen hem gewoon aan. Oh, Thundershock. Oh shit, ik doe Scratch. Dat is niet handig. Amber. Bijna. Godsamme. Bijna. Oh, ding is dood. Oh, dang it. That's not fine. That's not fine. Nee, ik moet nu wel een Pokémon Center vangen. En ik moet ook wel eigenlijk hout hebben. Dus laat ik maar gewoon het hout gaan hakken. Dan zijn we ook weer. Of dan hebben we in ieder geval de basic tools. En dan kunnen we Pokébollen gaan farmen. Het huis, daar maak ik me nu echt geen probleem van. Want jullie weten mijn ervaring met huizen. Met Minecraft Survival vooral. Van al een tijdje terug. Hoe lang is het eigenlijk al geleden dan Minecraft Survival? 2 maanden. Ik heb echt serieus geflouden. Hey, dat ding, hè, dat Pokémon Center, dat komt echt als geroepen gastje van de kant jullie schapen. Als jullie echt schapen waren, had ik jullie gewerkt voor sheep farms. Maar nee, jullie zijn geen
Varkens. Ze kwakken weet op varkens uit. Nee, jullie zijn geschapen. En wat hebben we hier? Sneeuw. Blijkbaar is er ingebroken. Wie is de dief? Holy shit. Wat is dat voor geluid? The fuck? Horen jullie dat ook? Huh? Ben ik nou gek of... Wacht, even kijken hoor. Music. Wat is dat voor raar geluid? Is het die machine? Ja, dat is die machine. Weet je, ik schrok al. Huh? Is die ruis er opeens weer? Even kijken hoor. Ja, hoor dat dan. Dat is dan niet fijn. Kan ik dat niet uitzetten? Music. Die gewoon uit. Blocks wil ik wel. Dit uit. Weer uit. Hostile Creepers. Opgelost? Ja, yeah, het is opgelost. Hehe. Oké, Tunter is weer klaar om te vechten. En ik zou hier in principe die dingen wel, of die healing machines kunnen halen. En oh, ik ga ook dat wol meenemen. Ik ga hier niet wonen, ik ga dit gewoon plunderen. Ik hoor het nog steeds, hè? Shut up, please. Ik kan er niet tegen als jullie dat geluid maken. Ik laat die wel even een boodschap achter. Zo van, hey, ik ben hier geweest. Weet jullie dat ook alvast? Zo, huppakee. Nou, laten we even een pickaxe gaan maken. Gewoon lekker YOLO een pickaxe. Zo. Zwaard is toch niet van belang. Neem ik dit even mee. Wat hebben we? Aluminium. Aluminiumfolie. En zo. Aluminium kan heel erg goed van pas komen. Dat is mijn ervaring van de vorige aflevering. Tenminste met Ronald. En sorry dat ik tegen mijn microfoon kwam. Dat was niet de bedoeling. Spijt me. Niet boos worden. Please. Niet boos worden. Ik heb een jongen. Ik kan ook die redstone lamps al meenemen. Het is heel veel keus. Maar ik ga dat toch niet doen. Kijk. We hebben hier die Marines weer. Weet je wat? Attack of the B-team. Oké, toen Amber. We gaan er gewoon tegenaan. Dat had echt serieus geen enkel effect. Is die... Nee. Oh god. Nee, alsjeblieft niet. Nee. Nee. Oh. I'm done. I'm so done. Run. Kut, ik had moeten aanvallen. Dit is echt wel een anticlimax. Oké, dit was echt best wel slecht. Dan denk je van, ja, ik ga even aanvallen. Maar nee, dus die dood. En een 30% Pokémon zetten, dat heb je net gesloopt. GG. Verder kan ik er niks van maken. Dit was echt gewoon een GG. Maar dan niet echt een GG zo van, ja, je hebt dat goed gedaan. Maar eerder zo van, eigen schuld, dikke bult. En wow, ik dacht echt even dat hier een nieuwe steen was. Maar nee, dit is gewoon een inham in een grot. Ah, mooi god. Mooi god, maar ik hak even dus wat hout. Waarom hak ik hout met een pickaxe? Terwijl het gewoon fucking steen is. Dat verandert in cobblestone of hoe ze dat in Nederland noemen, kiezelsteen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ah, oh, jezus, is dit hele tijd zo'n vlieg omheen te vliegen. Oh my god, ik vind het zo irritant. En ik denk dat jullie ook wel begrijpen waarom ik het dan irritant vind. Huppakee. Nou, niet echt veel actie vandaag, maar ik sluit het hier ook hierbij af. En what the hell is that? Dat zien we in de volgende aflevering, mensen. Dit was het einde. Groentuin, abonneer, dus laat lekker een mooie reactie achter. En laat ook lekker een mooie nickname achter, hoe ik een Pokémon moet noemen. En zie ik jullie de volgende keer weer, dus later.